De eerste voorbereidingen op het strandseizoen zijn zaterdag begonnen. Zo'n 25 vrijwilligers hebben in de duinen nesten van de bastaardsatijnrupsen weggeknipt. Zo ziet de rups eruit. De haartjes van de vlinderlarven zorgden de afgelopen 2 jaar bij strandbezoekers voor heftige jeuk en uitslag. De knipactie is uniek omdat het lastig is geweest om toestemming te krijgen om in het duingebied te komen. CDA-raadslid Jan van Rossum heeft zich ingespannen om dit voor elkaar te krijgen. Nou ja, als je nu door de duinen heen loopt, dan zie je zoveel spinsels zitten. Dat iedereen wel gaat beseffen, denk ik, dat het nu gaat gebeuren. Plus dat het in Den Haag al lang eigenlijk gebeurt. Dus ja, je kan het niet, de stelling niet blijven volhouden dat het niet mag. En vandaar dat het denk ik wel gebeurt. Ik denk dat dat kantelpunt geweest is. Dit zijn de nesten van de rups. Er zijn er in de zomer zoveel dat er niet genoeg eten is. Daarom trekken ze naar het strand. De knipactie leefde niet echt onder de inwoners uit de Rijden. Ik zeg net, ik ben van de redactie van de Dorpsinfo van de Rijden. Dus ik ga wat foto's maken, dan wil ik een klein verslagje maken. Maar dan tel ik ook meteen de bewoners van de Rijden, hoeveel er aanwezig zijn. En ik kom tot één, ik ben de enige. En dat valt me een beetje heel erg tegen, jammer genoeg. Maar de strandondernemers uit de Rijden zijn er wel. Vorig jaar hebben we er best wel veel last van gehad. En onze gasten natuurlijk ook. Dus heel goed dat naar aanleiding van onze vragen deze actie op touw is gezet. Dan vind ik het toch helemaal mooi dat je zelf ook gaat helpen. Ja, uiteraard. Ik bedoel, dat mag je natuurlijk niet ontbreken. En het is nog leuk om te doen ook eigenlijk. Nu maar afwachten of het gaat werken. Dat weten we medio mei.